Als jullie op een training zijn, dat wil zeggen een actie. Ja, inderdaad. We hebben volgende week een actie, dit weekend een actie voorzien tegen Pelt. We gaan 200 klein vlaggetjes uitdelen. Die actie was normaal nog niet voorzien voor deze weekend, maar door de goede prestaties van afgelopen week tegen Sint-Leonards, thuis 2-0, en het verlies van Pelt op de Pirates, ja, was het wel een uitgelezen kans om die actie toch te doen plaatsvinden. Overmorgen, is het al zover? Een laatste steun naar de spelersgroep toe? Ja, inderdaad. We hebben ook een banner gemaakt met We Shall Not Be Moved. Dat is gewoon om aan te tonen dat we het, wel menen. En we willen niet te veel druk op de spelers zetten. Maar ze mogen wel op scherp staan. Ja. Jullie Peter, Wesley Snoeys is er ook bij. Is hij al tot bij jullie geraakt? Ja, we hebben al contact gehad. Al meer dan ons, maar... dat was voor ons gewoon het type speler waar wij ons kunnen vinden. Een hart voor de club, hij vecht voor elke bal. En gewoon de spirit dat hij heeft, het publiek wat opwint, daar houden wij van. Hoewel of niet, het is de groep waar jij, Peter, over bent die hier aanwezig zijn. Ja, Legio 13, de acties dat die ondernemen, dat is geweldig. Als je ziet, elke week trachten die toch iets spectaculairs op pad te brengen. En dat stimuleert ons uiteraard nog meer om tot de daders te gaan. En na de wedstrijd gaat het dekker even in de kleine komedie. Ho, ho, ho. Meneer Pelt gaat op zijn kop staan. Alles kapot zaterdag. En we gaan de week volop voor die periode titel.